Alle gelden van de fraudezaak bij het ministerie van Financiën en Planning zijn terug in de boezem van de staat. Dit liet minister Stanley Ragubarsing van Financiën en Planning gisteren weten in de Nationale Assemblée. In de fraudezaak werd in een periode van 6 maanden bijna 60 miljoen SRD buitgemaakt. De fraudezaak kwam aan het licht toen de vorige minister van het departement nog aanzat. Minister Ragubarsing liet weten dat het onderzoek in deze zaak nog niet is afgerond. Alle gelden zijn terug in de boezem van de staat. De zaak is aangehaald en is in behandeling bij de rechter. Zodra wij daar meer informatie over hebben, gaan wij u daar over informeren. NDP-parlementariër Melvin Bouva wilde meer duidelijkheid over de gelden die terug zijn gestort. Concreet vroeg Bouva aan de bewindsman wat er bedoeld wordt met alle gelden en dat er een duidelijke opgave gepresenteerd moet worden van hoeveel geld er terug is gestort. Ik bevestig, het onderzoek is nog gaande, maar daaraan gekoppeld zegt hij, alle gelden zijn teruggestort. Mijn vraag is, wat zijn alle gelden? Hoeveel is teruggestort en wat zijn alle gelden? Om door de minister vast te stellen dat alle gelden terug zijn gestort. Terwijl het onderzoek nog gaande is, is de minister ook rechter geworden. Heeft hij alle informatie daarover. Dus ik zou daar wel voorzichtig mee zijn. Nog niet te praten over door wie de gelden terug zijn gestort. En wat met die mensen gebeurt. Zij gaat de minister ook daarover antwoord geven. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Wat de minister wel kan beantwoorden, voorzitter, is wat is het intern onderzoek dat de minister of het ministerie heeft gedaan om te voorkomen dat dit zich herhaalt. Wat is het de positie van de procesverantwoordelijke, voorzitter? Wat zijn de andere zaken, de hiaten die zijn gedicht om te voorkomen dat anyone weer op stad en gewoon met een valse ressu van miljoenen de centrale bank lichter kan maken? Daar kan de minister wel antwoord op geven. Binnen deze zaak zijn er door derden vervalste betaalopdrachten aangeboden aan de Centrale Bank van Suriname. De gelden zijn toen gestort op de rekening van 2 personen. Een aantal personen is in beeld gebracht en in verzekering gesteld.